Het onderhouden van de bermen is een taak van de Wegenautoriteit. Dit zegt minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC. Pengel zegt dat hij inderdaad op de hoogte is van de klachten over bermen met hoog wiet die het uitzicht van de weggebruikers belemmeren. Maar wat de samenleving niet weet, is dat niet alles dat met wegenonderhoud te maken heeft, de verantwoordelijkheid van het ministerie van OW is. Dat benadrukt Pengel. Inderdaad hebben we geconstateerd dat het onderhoud van de bermen heel erg te wensen overlaat. Het onderhoud van bermen bij het onderhoud van de primaire wegen, dus inclusief de bermen, is aangelegenheid van de wegenautoriteit. Ik heb wel geconstateerd dat, en natuurlijk ook vanuit de samenleving, hele zware reacties gekregen. Maar omdat men dus niet weet dat het niet het ministerie regadeert, maar de wegenautoriteit, komen de klachten uiteindelijk toch hier binnen. Wat het ook mag zijn, de weggebruiker ondervindt daar hinder van. Het zorgt ook voor onveilige situaties, omdat het overzicht bij kruispunten heel erg slecht is. Met de aanstelling van een nieuwe directeur hopen we dat de wegenautoriteit dus de achterstand zal wegwerken, zodat de verkeersdeelnemers weer veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Dat was Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak over de gevaarlijke situaties bij de bepaalde kruisingen die daardoor door hoge wiet is ontstaan. We hebben contact gemaakt met de directeur van de Wegenautoriteit, Gracielle Josefzoon, maar zij wenste niet te praten over het onderhoud van de bermen.